Goedenavond. Volgens mij ben ik 10 seconden te vroeg zelfs. Nou, ik ben niet zo goed bestemd. Komt waarschijnlijk dat ik vrij slecht geslapen heb afgelopen nacht. Ik heb in ieder geval vrij weinig geslapen, zelfs voor mijn doen. Een deel van de nacht dat ik wel goed geslapen had, zat er een kat onder mijn trui. En ik herinner me dat ik een paar keer wakker werd omdat het beest aan het spartelen was, maar ze wou toch niet weg. Dus, nou ja. Maar toen heb ik wel goed geslapen, maar daarvoor en daarna was niks. Ik kon niet in slaap komen. Vandaag heel drukke werkdag, dus dat, geen goede combinatie. Dus ik heb niks voorbereid, ik was heel laat met de mailing rondsturen van de ronde. Ja, het is dan maar zo. Ik ben er wel, zolang de stem het blijft doen. Ik hoop wel dat er ook inmelders zijn, want ik ben er benauwd voor. Ja, één of twee zullen er vast wel zijn. Dit is Pegasus Echo. Het zou toch een unicum zijn als dit de eerste ronde is dat ik er eentje ben. Dan praat ik hem gewoon vol en dan zet ik het op, ik zet het op YouTube. Kunnen we lachen. Wat verdikke maar Frans. Ik zit net te denken, als ik nou een ronde doe in mijn eentje, dan kom ik misschien in het Guinness Book of Records. Ja, inderdaad, John. Ajax die speelt hè, vandaag, dus geef je weinig kans dat er veel mensen komen vandaag. Ja, er zijn twee categorieën burgers die niet van voetballen houden. Dat is ook weer niet altijd zo, maar vaak wel. Dat zijn zendamateurs en homo's. Ja, ik heb als gedacht, kan best zijn dat ik homo ben, maar ik hou niet van mannen. Tenminste, niet op die manier. Maar ik hou ook niet van voetballen. PD4 FMJ van PSS Echo voor de D-Star-ronde. Ah, ik ben weer van de partij, John. Dus, ook de audio-show werkt weer goed. Alleen, we moeten nog iets aan de site doen. Want er is nu nog een blanco pagina. Maar daar wordt aan gewerkt. Dus, Sander die moest vandaag naar de ronde toe. Naar een andere ronde. En zodoende kon hij even vandaag niks uitrichten. Maar we zijn er aan het werken. Oh, mooi. Ik dacht dat ik nog iemand hoorde, maar helemaal zeker ben ik niet. PR4X, goedenavond John. Nee, dat klopt. We hebben 3D mensen aan de frequentie. Ik kan zo nog wel wat vertellen over de kapotte 3D printers die ik momenteel heb. Ik heb er twee, ze zijn alle twee stuk. Zijn er nog meer inmelders? En ik zie dat Rob er ook is. Andere Rob, PA11301 op chat. Ook goeie avond. Ik ga nog even luisteren, PSS Echo. Ik zie een PD3AFI, maar ik weet niet of, ik heb hem niet gehoord. Ik ga eens even kijken of, zit ik even te denken, heb je eerder ingemeld? Het kan zijn dat ik dat vergeten ben, maar in ieder geval, PD3AFI, welkom, van Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star ronde. Nou, ik raak helemaal van mijn apropos. Ik ben Papa Delta 3 Alpha Foxtrot India, John in Amersfoort. Kun je mij horen? In blokletters en ik herken de stem. Oh, dit komt zometeen weet ik het weer hoor. Even voor Rob en ook voor Frans. Ik was een ik heb twee heel goedkope 3D printers en ik heb die tweede gekregen omdat ik een fabrieksfout uit de eerste haalde. Ik heb nog een fout ontdekt. Ik was een kattenkooi aan het printen, een kattenhok van de geodetische driehoeken. Maar als je telkens op dezelfde plek hetzelfde object print, dan laat op een gegeven moment die magneetlaag los van
van er zit zo'n rubberen magnetisch kussentje bij, of kussentje, nou ja, rubberen spatlap zeg maar. En er zit nog een laagje bovenop waar het object dan op vastkleeft. En tegelijkertijd bij beide printers liet dat los en op een heel gemene manier, en ik kan helemaal niks meer met die printer aanvangen. Dus ik toch maar weer de importeur lastig gevallen ermee. Ik denk, nou, dat zullen wel blij zijn. Maar ik deed meteen ook al oplossing aan de hand van, nou, als je nou telkens dat object een stukje verschuift, dan gebeurt het volgens mij niet. Daar ben ik eigenlijk wel zeker. Maar ik heb daar niet bij stilgestaan. Ik heb gezegd dat ik er op elke printer 5 geprint had, maar volgens mij zijn er al veel meer. Ik heb een kwart van die grote bol die katten, die het kattenhok is, al geprint. Maar, en die zijn allemaal gelijk. Dus ik ga die, en vervolgens ik daar nog mee verder ga, ga ik telkens een kwartslag draaien. Er was al iemand die voorstelde om een printersaver in het ding te installeren. Die er dan voor zorgt dat het niet inbrandt, zeg maar. Net als mijn beeldscherm. Maar volgens mij bestaat zoiets niet. Maar in ieder geval, ik dat verhaal dus aan de importeur verteld, gewoon heel eerlijk. Ja, kunnen jullie dingen aanleveren? Nou, dat wist ze niet. Nou, dat zou mooi zijn, maar ik kan er zelf ook wel wat op bedenken. Maar goed, uiteindelijk krijg ik dus morgen, zo goed als zeker, 2 nieuwe toegestuurd. Dus dan kan ik morgen weer verder. Maar ik denk dat ik de kattenkooi toch nog maar eventjes... want volgens mij ben ik nog niet op een kwart van wat ik moet hebben. Ik had uitgerekend, ik zou 12 tot 14 dagen moeten printen. Een uur of 8 à 9 per dag. En dan draait hij op de laatste resolutie. Dat is ook wel wat veel, hè. Maar goed. Ik geef de microfoon aan jou, Frans, met een break. Want iedere inmelder is welkom vanavond. Sowieso altijd, maar vanavond extra. Van Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star-ronde. Ja, dankjewel, John. Ja. Ja, ik zit af en toe ook wel nog een beetje te knoeien met de 3D-printer. Ik zit zelf op een glasplaat. Dat vind ik toch wel het fijnste. Namelijk die glasplaat, die heb ik aan de andere kant, heb ik alle hokjes van 1 centimeter gezet. Dus dan heb je een soort blad, waar je ook gelijk de grootte op af kunt lezen. Dat werkt ook best wel makkelijk, John. Ja, dat is handig. Nou, dit werkt erg goed, moet ik zeggen hoor. Zolang het werkt, maar het is zo... Ja, mijn printer heeft geen verwarmd bed. Heeft geen elektrische deken, zeg maar. Nee, bij PLA hoeft dat niet, hè, bij PLA filament. En dit is gewoon een heel goedkoop ding en daar hebben ze gewoon op bespaard. En er past maar 1 soort filament in, maar ja, het is wel het meest gebruikte filament en dat werkt perfect. Want de temperatuur stond niet goed ingesteld, hè, dat was de fout die erin zat. Maar nu dat goed ingesteld is, het ding werkt echt hartstikke goed. Dus ze werken alle twee goed. Terwijl die ene die leek echt onrepareerbaar. Maar nu is ze geweldig. Maar ja, het is natuurlijk lullig dat er zo'n ongeluk gebeurt. Ja. Dus ik heb maar besloten om het wat voorzichtiger te doen. Wat kleinere objectjes te printen vooral. En vooral veel verschillende. En dingen die ik echt nodig heb. Want dat kattenhok, dat was meer van het is vast voor de leuk. Maar het was ook al veel werk, want ik moet elke om de zoveel tijd even naar boven lopen om te kijken of dat ding nog print. Het was goed voor mijn conditie, die 3D-printer, want die printer boven staan, die zit beneden te werken. Dus, Frans is ook op de chat. Ja, het is wel een leuk fenomeen. En wat eruit komt, dat is toch behoorlijk sterk en vaak ook bruikbaar. In het begin had ik wat moeite om dingen uit te zoeken waar ik ook echt wat aan had. Maar behalve zo'n decoratief stuk als een geodetische kattenkooi. Nee, kattenhok, een geodetisch kattenhok. Vind ik de laatste tijd toch hele nuttige dingen aan het printen. Dus, maar goed, dan staat hij ook wel de hele tijd stil regelmatig. Omdat ik gewoon toch wel alleen maar laat printen als het zinvol is. Veel geld kost het niet. Dat is een hele enorme ding van die kattenkooi, had ik uitgerekend. Dat is ongeveer 6 euro aan het filament kosten. Hè? En dat is echt een joekeloeris van een ding. Dat je het in de winkel moet kopen, betaal je misschien wel 200 euro of zo. Hè? Maar hij is wel mooi, maar ik ga toch niet printen. Misschien dat ik een keer een dure printer nog koop, wat ik nog wel van plan ben. Even afwachten of ik de verwarming kan betalen. Hè? Maar... ik heb mijn eigen bedrijf al nodig. Maar goed, Rob heeft ook een 3D-printer en die kan daar dus ook van alles over vertellen ongetwijfeld. Maar Rob wil meestal de microfoon niet, dus als je hem niet wil, dan mag je hem gewoon voorbij laten gaan. PA4DX, de D-Star-ronde, PSS Echo.
Ja, John, goedenavond aan iedereen die luistert. Ja, nee, klopt, maar ik heb hetzelfde als Frans. Ik print ook op een glasplaat en die is verwarmd. En inderdaad, maar dat, wat jij zegt, dat hebben wij ook last van, hoor. Dus als je altijd op hetzelfde plekje print, dan gaat het ook van de glasplaat loslaten. Dus wat jij zegt is waar, dat doe ik ook. Ik print dingen ook naast elkaar steeds. Dus ik schuif het steeds een tikje op. En ik kan gewoon, ik gebruik zo'n programmaatje van Cura en ik kan het gewoon een stukje opschuiven. En dan blijft het wel plakken. En ik spuit ervan dat lak op. En dan, maar als je continu op hetzelfde plekje print, dan kan je wachten dat je een soort grotje wol krijgt over. Ah, dan heb ik weer wat geleerd, hè. En dat was ook de hele doelstelling van het kopen van zo'n goedkope printer. Je kunt er nauwelijks wat over knallen, dacht ik. Maar dit blijkt een erg leuk apparaat te zijn wat heel goed werkt. Hey, ik heb er 7 tientjes voor betaald, hè. Voor het bedrag heb ik dus 2 printers. Dus het is ongelooflijk. Maar ja, goed, dat is mazzel. Ja, je is pech. Ik heb al 3 weken zitten vloeken toen het ding niet werkte, hoor. Dat ik hem niet aan de gang kreeg. Dus dat was de andere kant van het verhaal. Dus daar mag ook wel wat tegenover staan. Maar ze zijn wel erg aardig voor me. Dus wat dat betreft geen klagen. En ik bleek, toen ik checkte, nog meer dingen bij hetzelfde bedrijf gekocht. Heb ik ook nog een bloeddrukmeter van ze. En nog wat andere zaken. Dus het is een groothandel in een heleboel soorten van producten. Maar goed, dat is wel leuk in ieder geval. Ja, ik moet eens kijken. Er is nog 1 kattenspeeltje wat ik nog eigenlijk wel graag wil printen. En dat heb ik al gedaan, maar dat werkte niet. Dat kreeg ik niet goed geprint. Er zat er te veel speling in. Of dat nou in het ontwerp zat of de printer niet. Ik denk dat het de slicer was die het niet helemaal goed getekend had. Maar in ieder geval, het was niet helemaal rond. En ik had een onderdeel op beide printers geprint. En op beide was het aan dezelfde kant niet helemaal rond. Ja, dat kan niet dat het bij alle twee dezelfde problemen oplevert. Dus dat moet ergens niet goed gegaan zijn. En ik had het ook niet op de hoogste resolutie gedaan. Maar dat is dus een hengel, zeg maar, met zo'n molentje eraan. Zoals je ook aan een echte hengel. Maar dit was speelgoed en het leek ook niet al te stevig. Maar nu heb ik een stuk of 7-8 van die dingen. En die zijn wel stevig. Die hebben we gewoon voor vissengebruiken gevonden. Dus dan gaan we die eens uitprinten. En ook bij dat ding, bij de speelgoed moest je zelf een hengeltje van 75 centimeter of zo. En dan kun je dus een muisje aandoen. En dan kun je dat muisje wegwerpen. En dan met het ding naar je toe halen. Nou, katten vinden dat helemaal geweldig. Vooral die van mij. Die is 16 jaar en die loopt nog te springen en te doen. En nou, is wel doodmoe achteraf, maar die heeft af en toe een gekke pui. En dan gaat ze lopen tijgeren tussen alle meubels door en zo. Echt geweldig. Dus die vindt dit ongetwijfeld heel leuk. Dus ik moet ik in ieder geval nog ermee printen. Laat die katten, dat kattenhok maar zitten. Ze weet toch niet wat het zou worden. Maar maar het is nog steeds wel gewoon heel erg leuk. En vooral voor de zendhobby is het leuk. Want je kunt je behuizingjes maken. En je hoeft niet te boren. Als je het goed doet. PD3 AFI, de microfoon van Papa Alpha 6 Echo voor de dienstenronde. PA0VDW. Ja, Kees gehoord. Microfoon naar... goeie avond trouwens, leuk dat je er bent. Microfoon naar Ivy. Ben ik dus bang dat Ivy aan het woord is. Ja, dat valt niet te voorkomen, hè. We doen nog zo ons best. Want zelfs als je langer break laat, zelfs als je 5 of 10 of 20 of 30 seconden wacht, dan nog kom je niet dat je dubbel kunt zitten. Dus daar kun je gewoon niks aan doen. Ik zal eens even kijken. AFI, ik hoop dat het geen lange doorgang wordt en dat je uitgesproken bent. PSS Echo. Nou, hij kan zowel weg zijn als langer doorgang aan het houden. Goedenavond, Kees. Nou, je hebt mijn beslommeringen met de 3D-printer ongetwijfeld gehoord. Het is een avontuur op zich. Het is wel ontzettend leuk, hoor. Ik kan het je aanbevelen, maar misschien heb je er wel eentje. PNL Victor Delta Bravo, hoor. Die is daaronder. PSS Echo. Ja, ik was bezig met eentje te bouwen zelfs. Ik ben eventjes vergeten wat Puna, geloof ik, dat het was. Had ik van Rudy gehoord. En die is niet helemaal af, althans.
er moesten wat hoekjes en zo moesten geprint worden. En moest iemand anders doen. Hebben Rudy gedaan, maar dat is niet helemaal goed gelukt. Toen een beetje groter gemaakt en toen, ja, het werkte nog steeds niet. Nou, toen dacht ik van, dit is goed hoor. Ik heb er geen zin meer in, dus staat hij nog te wachten, maar misschien dat ik hem nog eens een keertje afmaak. En ik probeer echt bijna iedere week probeer ik ertussen te komen, tussen de diverse QSO's voor jullie, doorgangen. Maar dat lukt niet, jullie laten helemaal niet. Heel weinig, echt heel weinig tussenruimte. En dat is buitengewoon lastig, zeg maar. Ah, excuses daarvoor, dat is misschien wel mijn schuld dat AFI misschien dubbel zat. Ja, ik denk dat je een Prusa hebt. Als PR3 BKL nog aan de frequentie komt, dan grijpt hij meteen in je nekvel dat je dat ding af moet bouwen. Die is helemaal Prusa enthousiast. Ik ga er zelf ook eentje kopen, maar volgens mij kun je die zowel als bouwuitvoering als werkend kopen. Vanwege mijn 120 uur werkweek af en toe. Ga ik hem toch maar niet als bouwpakket, want ik heb hier nog een paar transceivers als bouwpakket liggen. En die zie ik er niet voor mijn 80ste dat ik die in elkaar ga zetten. Ik bedoel, ik ben ook nog zelf dingen aan het ontwerpen en het ontwikkelen. Dus ik denk dat wel... En bovendien, ik heb inmiddels wat elektronische kocht, onder andere 40 meter. Ik heb inmiddels 3-4 QRP zendontvangers voor 40. Dus toen hoef ik nog een Tentec erbij. Maar ja, ik had wel het plan om dat ding nog een keer voor 60 meter om te bouwen. Of misschien voor 160, dat zou kunnen. Maar dat zijn van die lange termijn plannen. Eerst een hoop andere dingen. Maar het is wel leuk, en vooral met die Prusa kun je dingen, dat is geweldig, hè. Robert die heeft filament en daar kun je theelepeltjes mee printen. En die zien er gewoon uit alsof ze van metaal zijn, hè. Niet van echt onderscheiden. Volgens mij klinken ze zelfs ook van metaal als je ze op de grond gooit. Dus ja, dat soort dingen. En rubberbanden, hij heeft een op afstand bestuurd autootje. Nou, auto, het is echt een fors ding. En laatst had hij mij een filmpje gestuurd hoe hij daar de rubberbanden van geprint had, hè. En als ik zelf een Prusa heb, want die wil ik dus ook kopen, ga ik met mijn zus samen gaan we schoenen maken, want die kun je er ook op printen. Ook met rubberzolen, strijdvast. Ik ga eens even kijken of het een ongeluk was met AFI of dat hij gewoon weg is. Ik denk dat je dubbel zat, hè. AFI, als je een doorgang gehouden hebt, dan is daar helaas niets van doorgekomen. PD3 Alpha Fox India, Papa Alpha 6 Echo, voor de dienstronde. De arme man is weg. Ik zal proberen wat beter te doen met de doorgang. Zit jij trouwens op XRF 088 of op DCS 007, Kees? Dat is een goede vraag. Dan zou ik even in mijn porto moeten kijken. Ik ben al blij dat ik contact krijg, want via de 88 en de 2820 geloof ik. Ik krijg geen contact. En ik probeer nog te werken op mijn eigen hotspot. Ik zit op 88B. XLX 88B zit ik. En geen contact. Ik kom er gewoon niet overheen. Dan kan het zijn... Nou ja, misschien dat jij een suggestie hebt of iemand anders. Waarom dat niet kan. Ik heb het ook nog geprobeerd over de MMDVM, waar ook en ik heb het idee dat ik... Nee, ik werk nu gewoon over de een hele oude hotspot, echt. Zo'n dongel, weet je wel. Maar het werkt een dealer aan een Raspberry Pi. Ja, maar even de microfoon, John van PA0VDW. Ja, en het volgende is aan de hand, maar het is niet het probleem van de 2820, denk ik hoor. Maar de afgelopen weken, en eigenlijk wel langer, werkt het af en toe niet goed, de koppeling tussen XRF 088B en DCS 007B. Er is nog een reflector XLX 204B
Daarvan weet ik het niet, maar ik weet wel dat het wel voorgekomen is dat er op meerdere keren ook, dat er op XRF-088B een QSO liep en op DCS-007B onafhankelijk ook een QSO. Die twee hadden geen last van elkaar. Dus het feit dat je je lastig kunt inmelden, zou heel goed daarmee te maken kunnen hebben. Hoewel ik wel weet dat er aan gewerkt wordt, dus het kan best zijn dat het inmiddels opgelost is hoor. Maar de afgelopen weken was dat zo. Dus ja, dat zou de oorzaak kunnen zijn. Daar wil ik niks aan afdoen. Ik moet gewoon langer breaks laten, dat besef ik. Maar dat kan wel mee de oorzaak zijn van het probleem, van het moeilijk kunnen inmelden. Het is meestal zo dat er gewoon flarden van doorgangen wel en niet hoorbaar zijn. Als je van de ene naar de andere reflector. En eigenlijk in het grootste deel van de gevallen werkt het wel gewoon goed. Maar als het probleem er is, dan zijn het meestal flarden. En heel af en toe komt er helemaal niks door. Ik hoor ook al vaak, maar ik heb toch wel regelmatig stations gehoord waarvan ik dan het tegenstation niet hoorde. En ik zat altijd op XRF-088B. Op een gegeven moment had ik in de gaten hoe dat werkte. Dus dan schakel ik over naar DCS-007 en hup, dan hoor ik het hele QSO. Hè? Dus, maar goed, ik weet dat ze ermee bezig zijn en dat er wat aan gebeurt. Dus laten we hopen. Misschien is het al wel verholpen, hè? Jawel, ik ga nog even luisteren of er nog meer inmelden zijn, of dat AFI misschien nog weer opduikt. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Eenmaal, andermaal. Goed. Had ik nou nog wat over die... Dat is de analoge repeater. Die inkomt. Die was losgekoppeld door dat ik een reset had gedaan van de router. Vanochtend crashte de chat ook nog. Dat gebeurt maar één keer in de anderhalf, twee jaar of zo. Maar dat was volgens mij... Het is of de eerste of de derde Raspberry Pi die ik ooit gekocht heb. En die heeft, sinds ik hem gekocht heb, altijd aangestaan. Eerst voor allerlei streams en nu voor een chatserver en nog wat toepassingen. Maar heel af en toe crasht die. Maar goed, het is zo weinig dat er valt mee te leven. Ik wou nog iets zeggen, maar dat ben ik dan vergeten. Het was vast over de 3D printers. Microfoon in jou, Frans. PD4, Fox Mike Juliet. De dienst daaronder, Papa Alpha 6 Echo. Ah, dankjewel, John. Ja, ik heb wel nog een vraagje. Ik weet dat Raspberry Pi, als je dus een hotspot hebt, dat je die op je PC kunt zichtbaar krijgen via het internet. Heb jij enig idee hoe dat nog een keer in zijn werk ging? Ja, maar wat wil je zien? Als je PyStar draait, maar volgens mij draai je dat niet, hè? Volgens mij werk je ook met een oude dongel. Als je PyStar draait, PyStar genereert een dashboard. Dus, en ook oudere software die ervoor is, ik heb Engelse software gebruikt, of Amerikaanse, van Western D-Star. En die software die genereerde een website. Maar dan moet je wel zelf, bij die software was het wel apart geïnstalleerd. Dus dat was wel een compleet pakket waar alles al geïnstalleerd was. Maar de software voor de hotspot doet dat niet automatisch. Bij PyStar is het zo dat je die ook helemaal vanaf een website configureert. Je hoeft eigenlijk bij PyStar hoeft eigenlijk bijna nooit nog in te loggen. Het enige wat je doet is inloggen op die pagina. En daar doe je dan alle beheren. Kun je als je een andere modem kiest, dan kun je dat selecteren. Je kunt de reflector selecteren waar die standaard op staat. Allemaal van dat soort dingen. De frequentie. Tenminste de frequentie die weergeeft. Hè. En als je een kleine hotspot hebt, ook de instelling van de frequentie. Maar dat is wel optioneel. Dus je zou moeten kijken. Maar om Sander nou nog met iets op te zadelen. Maar je zou moeten kijken of je dat kunt installeren. Ik weet een programma van een Duitser, dan moet ik even denken, die dat gemaakt had voor de jongens van Western, of niet voor hun, maar het was een programmaatje van een Duitser die de mensen van Western D-Star geïnstalleerd hadden, zo moet ik het zeggen. En die had niet zo'n mooi dashboard als van PyStar, maar die had zo'n dashboard gemaakt. En ja, je kunt natuurlijk wel gewoon bij je Raspberry inloggen. Daar kun je ook wel wat een en ander zien. Maar dat is een stuk minder mooi, hè? Microfoon nog een keer naar jou, Frans. PD4, Fox, Mike, Juliet, PA6, Echo voor de dienstenronde. Ja, oké.
Oké, John. Ja, ik weet dat het met de Trista, daar hadden ze dus ook een slot aan het dashboard. Maar ik weet het commando niet meer. Ja, ik weet dat je het IP-adres dan van je Raspberry moet ingeven. En nog iets erachter. Maar dat iets erachter, dat ben ik kwijt. Ik heb Trista nooit gebruikt. Misschien dat Rutger meeluistert, die weet dat soort dingen vaak wel. CQJ is dat, hè? Volgens mij, als ik de call goed zeg. Maar in ieder geval, dat is degene die vaak dat soort dingen van vroeger nog weet. Maar ik heb Trista nooit veel gebruikt. Want ik gebruik de software van Fred lange tijd. En daarna ben ik overgeschakeld meteen naar Western Digital inderdaad. En dat was omdat de repeater in Zeewolde, waar ik zelf ook een tijd lang de verantwoordelijke amateur voor was, of eigenlijk de hele tijd dat die er stond, dat die repeater met die software een tijd gewerkt heeft. Toen dacht ik, dat ziet er wel mooi uit. Dus en toen ben ik dat blijven gebruiken. Want wat goed werkt moet je... if it isn't broken, don't fix it. maar ik zou het echt niet weten. Want het is gewoon wat zij bedacht hebben als iets erachter. Hè. Ja, als je Tristar nog weet achterhalen. Daar is nog wel aan te komen. Dan zou je kunnen kijken hoe het in elkaar zit. Hè, en het dan achterhalen. Maar misschien is er ook wel een beschrijving nog van hoor op internet. Of in de Wayback Machine. Ik weet niet of je dat kent. Het internetarchief. Heel fijn. Rob, bedankt ik weet niet hoe het met een glasplaat werkt. Want daar heb ik dus geen ervaring mee. Maar wat ik hier heb, dat is eigenlijk zoals een Prusa er ook uitziet. Hè. Die hebben ook zo'n soort matje wat magnetisch is. En volgens mij hebben ze gewoon heel goed ernaar gekeken, deze fabrikanten. Want ze hebben ook die software van Prusa gewoon op de site van de fabriek staan. En ze hebben geen banden ermee, maar dus zullen het vast wel afgekeken hebben. Hé, nu zie ik dat mijn smartphone zich weer van de chat uitmeldt, wat helemaal niet moet. Dat is... Het hangt er vanaf hoe je band met je schoonmoeder is. Ruud is er niet bij, die heeft zijn schoonmoeder op bezoek. Ja, dat vind ik altijd zo lullig. Dat je mag in de auto mag je geen mobieltjes gebruiken. Hè. Alle mobieltjes, maar een schoonmoeder op de achterbank, dat mag gewoon nog wel. Dus levensgevaarlijk. Met je phone in jou, Rob. PA4DX, die is daaronder. PSS Echo. Ja, oké, John. Even een vraagje. Het matje wat je bedoelt, is dat een soort van... Brink je daar altijd vast op? Is dat gewoon, hoef je er niets op te smeren? Dat blijft gewoon aan het matje steken? Nee, hoef je niks op te smeren. Het is een magnetische rubber. Het ziet er zwart uit. Maar goed, het kan gewoon geverfd zijn natuurlijk. En daar zit aan één kant zit er niks op. De printer zelf heeft gewoon een gladde bovenlaag. Metaal, gelakt misschien wel. Maar het bed is niet verwarmd. En dat magneet... het moet metaal zijn, want het magneet dat kleeft erop. En in dat rubber matje zitten vier gaatjes op de plek waar de schroeven zitten. Waar weer het onderplaatje... En daar kun je meteen ook mee uitlijnen. Want als je die schroeven ziet, weet je dat die goed uitgeleid is. Als je die helemaal ziet. En op het rubber, daar zit een niet heel dunne laag lijm. Van het hot melt lijm. En daarbovenop zit, ik denk dat het metaal is. Je zou het enigszins kunnen vergelijken met vliegengaas. Maar het is een corrugated, hoe zeg je dat in goed Nederlands? Het is materiaal met om de millimeter een gaatje van 0,6 of 0,7 millimeter. En daar kleeft het op. En bij de goede temperatuurinstelling zit het ook echt flink vast. Ik had het daarvoor een paar keer dat het losliet tijdens het printen. Maar bij die hogere temperatuur zit het echt, het zit hartstikke vast. En het gaat wel helemaal los. Want wat je dus doet is je haalt dat rubber matje eraf. En dat matje dat kun je gewoon bol rondbuigen. Nou, dan laat het object meteen los. Dan is je meteen ervan af. Dus dat kost geen enkele moeite. En ik hoor wel eens van mensen met glas dat dat toch een probleem is. Hè? Dat het soms wel eens erg vast zit. En ik hoor ook wel van iemand hier uit de buurt die wel eens een geprint object in stukken heeft gebroken op die manier. PA4DX van de Dies daaronder, van PSS Echo. Ja, PSS Echo, die is daaronder. Ja, dat klopt. Het kan soms heel erg vastzitten op het glas. Dat kan heel vastzitten. Ik heb ook inderdaad wel dingen dat ik haastig was, dat ik het gewoon aftrok en dan brak het opnieuw. Dan kan je opnieuw beginnen. Weer een paar uur voor niks.
Wat ook nog een trucje is om het in de ijskast te leggen. Als het nou helemaal in vast zit bij mij, dan gooi ik het wel eens in de diepvrieslade. Laat ik het er even liggen en dan knalt het zelf los. Hè. Dan grint het zo dat het wel los schiet, zeg maar. Nee, maar dat systeem van jou ken ik niet. Maar ik ken wel een soort gelijk... ik weet niet hoe dat heet. Dan moet ik even kijken hoe dat heet. Dus ik heb een soort... ooit heel vroeg in het verleden heb ik een... ik ga het even nakijken. Je moet straks... Geef iemand de ronde, laat het even rondlopen. Ik ga even kijken hoe het spul heet. Dan kom ik er straks op terug over. Ik ben heel nieuwsgierig. ja. Maar goed, Kees, je hoort... je moet die printer gewoon maken. Maar ik snap ook wel dat als je ergens... ik heb ook allemaal van die projecten waarbij ik dan ergens ben blijven steken en het niet afkrijg. Maar het is wel heel leuk hoor. Ook dingen voor thuis. Je huisgenoten zijn blij. Met alle mooie bakjes voor sieraden. En ik weet niet wat je allemaal kunt maken ermee. Hè. Dat is echt, ik heb een paar kattenbeeldjes die echt geweldig zijn. En daar print hij wel even over. Ik had er eens heel klein geprint. Maar het ziet er echt, volgens mij is het gewoon een scan van een kat, hè. Maar die is echt geweldig. Dan hebben we in 2 maten en die ga ik in mijn vitrinekast zetten. Waar voor de rest alleen maar zijn sleutels in staan. Maar die 2 katten, die wil ik er wel in hebben. PLO VDB, de dienst daaronder. PSS Echo. Ja, de ronde van PLO VDB. Ja, qua printer hoef je me niet te overtuigen hoor. Het is inderdaad een Prusa. Dat klopt. En wat had ik nog verder? Ja, die wilde ik gebruiken om sowieso kastjes voor mezelf te printen. En inderdaad allerlei dingetjes. Een standaardje voor een iPad tijdens het koken bijvoorbeeld. Waar de recepten op komen. Ja, maar we hadden het net over die reflectors. Welke reflector is nu... het meest gebruikt? Welke moet ik gebruiken? Waar moet ik me op inloggen? Is dat XRX of XLX, DCS? Niet geloof ik. Ja, dat zou ik wel eens weten, John. Even kijken. Ik zal trouwens ook even uitkomen op de MMDVM. Dus dan laat ik heel even de microfoon los, momentje. Ik hoor je niet hoor. Nee, dat doet er niet, geloof ik, hè? Nee, klopt. Ik hoor er niets. Het kan zijn dat hij niet gelinkt is. Het kan ook zijn dat de reflector gewoon het niet doorgeeft. Even kijken, ga ik nu de korte of de lange versie doen van het verhaal over de reflectors? ik moet eventjes een ander scherm pakken. Daar heb ik mijn andere hand voor nodig, voor de muis. Ik ben aan het woord, zie ik. Kijk, vroeger had je de X-reflector, je had D+, en je had DCS. Dat waren verschillende typen reflectorsystemen. En het verschil tussen die systemen is met name de communicatie via internet. En hoe die link tot stand gebracht wordt. Dat is met name het verschil. En XRF was er het eerste. D+ is een klein beetje beter. En DCS is de beste daarvan. En je hebt dus nog steeds reflectors waarbij je op DCS wat anders hoort dan op XRF, als die er is, of REF, waarbij dat dus niet hetzelfde is. Maar bij de meeste moderne reflectors is dat allemaal hetzelfde. Dus het maakt niet uit of je DCS of XRF kiest. Het enige is, XRF is het minder goede protocol. Dat is niet aan de geluidskwaliteit te horen. Dat is wel voldoende, maar je hebt iets meer kans dat je doorgang halverwege afbreekt. En dat is bij... wat met REF begint is dat net iets beter, maar bij DCS is dat beduidend beter. En die combinatie reflectors die dus alle drie die verschillende types protocollen aankunnen en die dat met elkaar doorverbinden,
Dat zijn XLX reflectors. En mensen vonden het heel verwarrend dat ze dus niet aan een XLX reflector konden linken. Maar ja, er bestaat geen XLX protocol. Dus in feite is het onzin om daaraan te linken. Maar er waren zoveel mensen die dat deden. Dus wat ze nu gedaan hebben is, als je aan XLX linkt, dan kom je aan het beste van die drie te hangen. Dus het maakt geen verschil, als het goed is, of je nu aan XLX hangt of aan DCS. Dat is identiek. Dus dat is het verschil eigenlijk daartussen. Maar er zijn dus nog oude reflectors waarbij het wel verschil maakt. Dat je dus een andere groep mensen aantreft. Misschien ook wel op een heel andere plek. Als je dus in plaats van DCS REF kiest of wat anders. Dat kan dus nog voorkomen. Met de meeste zoals XLX 204. Ja, als ze XLX zijn, dan weet je altijd zeker dat ze alle protocollen ondersteunen. Dat is ook alweer waar. Dus als dat werkt dan... Ja goed, er kan er nog wel een eentje tussen zitten die er eentje niet heeft eigenlijk. Dus dat zegt ook niet alles. Ik pak hem even terug nog. Een XLX hoeft ze niet per se allemaal aan te bieden. Dus als die nog bezet is met dat nummer en een bepaald protocol, dan kunnen ze bij XLX dat ook uitzetten. Ja, ik zou zeggen, doe DCS of doe XLX, dat zijn de beste. Of tenminste, dat is de beste, want dat maakt dus geen verschil. En het is ook niet zo dat ik denk dat in de toekomst XRF 088B slechter zal zijn dan DCS 007B. Voor nu is het even handig als iedereen aan DCS 007B gaat hangen. Omdat je dan niet, als het misgaat, niet het probleem hebt dat de delen van doorgangen wegvallen. Maar in de toekomst kun je gewoon weer, ik denk dat ik dat zelf ook doe, dan ga ik gewoon weer aan DCS 088B of XRF 088B. Dan ga ik daaraan hangen. Hè. Ik heb voor de ronde ook nog een uitwijkreflector. Dat is XLX 710B. XLX 710B. Als het reflectorsysteem en al die andere reflectors die zijn gekoppeld. Als dat systeem onderuit zou gaan, dan zou ik geen ronde kunnen houden. En ik heb afgesproken met de beheerder van, dat is David, de beheerder van die reflector. Dat is een reflector die helemaal autonoom is. Dat ik in dat geval daaraan ga hangen bij de ronde. En dan kunnen we toch een ronde houden. Hè? Ja, ik weet niet of je dat nog herinnert. Ooit had ik XRF 064 zelf. Met alle letters die erachter konden komen. XRF 064. En ik heb die een jaar of vier gehad. En die draaide gewoon hier thuis, dus dat was geen hoge capaciteit. Maar het was toch voldoende. We hebben meerdere keren een lokale ronde opgedraaid. Hè? Door dat ding te koppelen. Want je kon lastig aan PI1 DSA destijds koppelen. En met die reflector was dat heel handig. Maar ik had hem eigenlijk opgezet om mee te experimenteren. Want het werd op de toen landelijke reflector niet erg gewaardeerd als je experimenten deed. Ja, ik moet toch een eigen reflector dan hebben. Dat ik toch mijn proefjes kan doen, hè. Ik ga eens even kijken. Ik denk dat ik Frans nu even passeer, maar ik geef de microfoon aan Rob. Wat Rob zou willen opzoeken. En ons daarover vertellen. PA4DX, die is daaronder. PSS Echo. Diefste ronde van je 4DX. Ja, John, ik heb even opgezocht wat het spul heet. Dat heet BuildTech. Gewoon beeld in het Engels. En dan tak met THK. En dat is een goedje waar je ook op kan printen. En het is ook... dat plak je vast op ook een stukje metaal of zo. En dat kan je ook buigen. En wat jij eigenlijk doet. Dus dan buig je het, je spulletjes en we konden dan gewoon afzetten. Dan moet je eens een keer zoeken. BuildTech. Dat was... Dat was toen een juf van het. Ik heb het nooit gebruikt. Ik heb het hier wel liggen. Dan moet ik het opzoeken. Maar omdat ik op glas print, heb ik dat niet meer nodig. Het gaat om het andere nietje. Het is meer voor als je koud print zonder verwarming, zeg maar. Maar dat... kijk, geen keer naar het. BuildTech. Dus beeld en gewoon tak. Zo heet het. Over. Kun je de vier laten meer? Frans ook gehoord. Ja, nou, ik blijf gewoon printen zoals dit. Kijk, ik ben goede maatjes met die importeur inmiddels, denk ik. Tenminste, dat ervaar ik zo. Dus wie weet, als die dingen kapot gaan, willen ze me wel weer heel snel die dingen gratis of voor een heel laag bedrag leveren. Hè? Omdat ik toch wel een soort van model gebruik ben inmiddels voor ze. Nee, maar zonder gekheid.
ik wil dat het liefst origineel doen. Maar ik heb wel gekeken, want als er was, degene die ik sprak, die was niet helemaal zeker of die dingen leverbaar waren. Ja, dat ze het onderdeel wel kunnen leveren. Maar dat bleek toch wel zo te zijn. Maar ik denk, ja, ik kan nou niet aan kan komen. Dan ga ik gewoon zelf iets bedenken. Ga ik even zo rondvragen. En ja, desnoods doe ik er inderdaad een glasplaat op. Hè. Dat kan ook nog. Dat hoeft niet de printer. Maar goed, als het goed is heb ik morgen twee matjes. Dus ik kan gewoon verder. Dus daar hoef ik verder ook niet over na te denken. En mijn bedoeling is om een Prusa te kopen. Want dat is de Rolls Royce onder de 3D printers haast. Hè. Dus wat dat betreft... En ik heb voor Kees, ik heb die dingen, of ja, eigenlijk eentje, gekocht omdat ik ervaring wilde opdoen. Ik ben voor mijn webshop een korte golfantenne aan het ontwikkelen. En voor het prototype, ik had zoiets van, ik kan het uitbesteden, dat ik iemand anders het laat maken. Maar ik kan ook kijken of ik dat met een 3D-printer zelf kan. En dat is eigenlijk de reden. Ik denk, ja, ik koop eerst een goedkoop ding om te zien of het wat voor me is. En of het überhaupt mogelijk is wat ik wil. Maar ik kan hier geen... UV-bestendig materiaal imprinten. Dus ik heb toch een duurdere nodig. Maar als proof of concept is het meer dan geslaagd. Hè? Microfoon in Frans. Ja. PD4 Fox Mike Juliet. De dienst eronder. PSS Echo. Ah, dankjewel hè. Ja, goed joh. Ik heb even een linkje in Daily Minutes gezet. En daar is gewoon te koop. P123D 3D print. Ja. En niet eens zo duur, 19 euro geloof ik of zoiets kost een matje. Ja, daar had ik ook op gerekend. Maar ja, ik krijg ze voor niks joh. Ik krijg ze voor niks van de importeur. Dus dat is prima. ik ben blij. Ik weet niet of het de volgende keer opnieuw lukt. Dus ik ga er heel voorzichtig mee zijn. Maar even kijken of ik hem heb hoor. Ja, Kees, je moet even zou contact op moeten nemen met PA3 BKL. Hij is binnenkort in Nederland volgens mij. Ik weet eigenlijk niet of ik dat mag vertellen, maar en of het wel waar is. Maar in ieder geval, Robert woont in Istanbul. En die is totale fan van die Prusa. Hè? Maar het leuke is, Robert is net als jij ook radioofficier geweest. Dus je hebt sowieso een link. Dus ik denk dat je over het niet voor elkaar krijgen, dat je even met Robert moet praten. Want die kent dat ding echt van binnen en van buiten. Is bevriend met de fabrikant van filament en kent ook de maker volgens mij enigszins. Dus als je iemand, en Robert is een vraag, ik spreek hem ook heel vaak via de mail vandaag, volgens mij wel 20 keer heen en weer gemaild, ondanks dat ik het druk had. Maar ik denk dat Robert jou op weg kan helpen met die Prusa, als je dat zou willen hoor. Ik bedoel, ik voor hetzelfde zeg even, nou ik laat hem nog wel even liggen tot kerstdagen, want... Dan is het hobbytijd. Het weer is nu nog te mooi. Dat kan ook. Ja. Ik heb vandaag toch wel, ondanks dat ik heel slecht geslapen heb, alweer een ontzettend goed humeur. Ik snap er helemaal niks van. Ik heb een reden om een goed humeur te hebben. Maar het is wel zo. Ik zit er maar mooi mee opgescheept. Ja, microfoon aan jou, Kees. Ik wil nog wat over Hive zeggen, maar dat doe ik niet. PL of VDB. De dienst daaronder. PSS Echo. Ja, oké, John. Ja, die Prusa laat ik even liggen, maar als ik wil opdragen, dan kan ik dat gewoon aan Rudy vragen. Hoewel hij heel erg met zijn netwerken bezig is, hè. Vooral op het ogenblik met telefonienetwerken. Laat ik er niet al te veel over vertellen, tenminste. Ik denk dat ik dat niet moet doen. Wat is nou De reflector die ik het best kan gebruiken, is dat... Ja, dat is DCS, oké. Okay. Maar is dat dan 007B? Want ik hoorde je ook een keer 088B noemen. En die heb ik nu ingesteld. Dan zie ik mezelf. Nee, ik praat er niet over. Ik ontvang mezelf dus wel. Ik ga hem eventjes daarop zetten, even daarop zenden, dus... En even weg en kom terug. Nee, die deed het niet. Dan ga ik eens 007B proberen. Ik hoor het zo al van je, John. Van PA0VDB. Ja, nee, het is zo dat tijdelijk is er een probleem en het is belangrijk dat iedereen op dezelfde reflector zit, waarschijnlijk. Maar misschien is het probleem ook al verholpen.
Maar in ieder geval, ik zit nu op DCS-007B en om die reden, ik denk dat de anderen daar ook zitten, ik denk dat om die reden dat je het beste daar kunt zitten. Maar er zijn drie reflectors die aan elkaar hangen, in elk geval. En dat is DCS-007, XRF-088 en XRF of XLX, wat je maar wil, 204. Ja, ik denk dat je het beste XLX of DCS kunt kiezen. Hè? Maar in dit geval zou ik voorlopig de komende weken op DCS-007B gaan zitten. Op XRF-088B zitten ook veel mensen trouwens. Maar ik heb het idee, de mensen die ik hoor, die zitten toch wat vaker op DCS-007. En als de problemen dan weer opgelost zijn, dan kun je gewoon één van die drie kiezen. En dan maakt het niet uit, hè. Maar voor nu DCS-007B, waar ik dus nu ook op zit. Ik denk als alles weer goed werkt, dat ik PI3XTV ook weer gewoon aan XRF-088 hang, hè, zoals die altijd aangehangen heeft. Ja. Het is heel goed, want er hangen ook, het is ook per reflector module, dus per letter is het anders. Hè. Die letters hebben ook allemaal een eigen doel. Er is ook al een app, dat heet Peanut. En bijvoorbeeld XLX088T is gekoppeld aan Peanut. Dus dan kun je daar vandaan in je smartphone praten en zo. Dus dat kan ook nog. Je moet wel een logincode aanvragen of je het kunnen gebruiken. Maar voor de rest is het gewoon uit de App Store te downloaden. Hè. Maar je kunt met die app niet naar deze reflector. Ja, dus was er nou nog meer? Nou, volgens mij niet. Ja, ik geef de microfoon aan jou, Frans, want jij had even een mededeling tussendoor. Ja, zoals gezegd, ik vind het leuk te weten dat die dingen verkrijgbaar zijn. Want stel dat de importeur me nou niet wil helpen, dan ga ik toch daar terug. Ik vind 19 euro ook alweer best veel, want dat is toch al 40 euro voor twee printers, hè. Dus ik moet er in ieder geval zorgen dat ik ze niet nog een keer kapot maak. PD4 Fox, Mike Juliet. De dienstenronde. Papa Alpha 6 Echo. Ja, inderdaad, John. Ja, nou, ik heb een paar linkjes in Daily Minutes gezet. Ja, waaronder de laatste link, dat is mijn printer. En die is behoorlijk gezakt in prijs, zie ik. Want dat is nu nog maar 144 euro. En dat is echt wel een hele fijne printer, moet ik zeggen. Niet te duur, lekker te experimenteren. Ongeveer een halve dag heb je nodig om hem in elkaar te zetten. En dan werkt hij. Ja, ik begrijp dat je ook een scanner hebt, hè? Dat vind ik wel leuk. Maar de meeste van die scanners zijn heel klein. Ik heb er één gezien, daar kreeg je dus alleen de kop, zeg maar. Maar de hele printer, die moest je zelf nog, of de hele scannerbehuizing, die moest je zelf nog eerst printen. Dus dat vond ik ook wel leuk. En was toch 270 euro of zo, dus ik vond het nog wel aan de prijs. Ja, Sander heeft ook een leuke printer. Ik weet niet of je weet dat hij er eentje heeft. Hij heeft zo'n ding met een CNC-machine, dus daar kun je mee frezen. Er zit een laser in waarmee je logo's kunt inbranden en dat soort zaken. En ook best heel gedetailleerd. En daarnaast is het een 3D-printer. Dat is wel een heel mooi apparaat. Dan ben ik de naam van het merk alweer vergeten. Nog iets. Maar het is wel heel leuk. Dus ik moet niet te veel dat soort dingen kijken, want dan wil ik dat ook nog hebben. Hey, nu zakt ineens alles. Oh, nu is hij weer. Mijn hele dashboard was ineens leeg. En krijgen we nou dan toch? Dat kan niet. Maar alles is er weer. Dus, hij moest er even over nadenken, denk ik. Ja, ik ben vergeten wat voor printer jij hebt, Rob. Dat heb je ongetwijfeld een van de vorige keren verteld. Maar dat is me, dat weet ik niet. Ja, ik vind dat met die matjes een heel goed systeem. Ik ben er echt heel tevreden over. Zolang het niet stuk gaat, is het echt helemaal geweldig, hè. Nooit iets wat vast zit. Dus wat dat betreft. Maar goed, het komt ook omdat er geen elektrische deken, zeg maar, op het bed ligt. Microfoon aan jou. PA4DX, de dienst daaronder. PSS Echo. PSS Echo, liefde ronde, P4DX. Ik heb een Ultimate John. Dat is een aardige printer. Hij is niet heel goedkoop, maar hij doet het wel goed. En
Ja, moet ik wel zeggen. Ik ben er heel blij mee. Het was een behoorlijke uitgave. En ik had er nooit een ding gekocht. Maar ik heb hem. Ja, ik had eerst een andere uit Hongarije, zo'n ding. En die ging na twee keer kapot. En toen denk ik, nou, spar ik even door. En toen heb ik deze gekocht. En die doet het, moet ik afkloppen. Tot nu toe uitstekend, hè. Die zitten twee koppen op dat ding. En dat is, dus ik had twee soorten materiaal printen. Of een ondersteunend materiaal. Of twee kleuren, of whatever. Hè. Dus dat kan je allemaal bereiken met het ding. Ik zag inmiddels dat die alweer verouderd is. Ze hebben weer allerlei nieuwe modellen. Maar die zijn nog belachelijk veel duurder geworden. Dus, maar voor mij doet die uitstekend, joh. Ik print er van alles en nog wat mee. Ook voor ik heb modelsporen, dingen. Dus seinpaaltjes en zo. Dat werkt zo'n trein. En kabelgootjes voor coax, voor buiten. Zo heb ik mee geprint. Dus dat, ja, ik ben er heel blij mee. En ik vind het een uitstekend uitvinding om mee te experimenteren, zeg maar. En om dingen gewoon te maken. Ja, ik print, wat ik al zei vorige keer, alleen maar ABS. En ik maak elke print eigenlijk, als ik niet lui ben, maak ik hem schoon. Die glasplaat met dat nagelremover spul. En dan kan ik weer verder. Zeg ik hem opnieuw in de spuiker, hoe heet het op? Een soort met haarlak. En dat, 3D-lak heet dat. Dus ruimshaarlak. En dat werkt aan het trein. Er zit alles goed vast, joh. Dus ik ben daar echt helemaal in mijn noppies. Alleen wat ik nog een keer graag zou willen is inderdaad metaal printen. Maar dat... Er zijn metaalfilaments, maar dat is volgens mij... Dan moet ik eens een keer uitzoeken hoe dat precies zit, want dat heeft ook niet te maken met wassen koppen en toestanden. Dus dat, en of het met deze printen kan, weet ik niet, hè? Nee. Ze hebben er wel een, die is geloof ik iets van €8.000. Dat is een beetje te gek, hè, over. Ja, Robert, die print metaal, die print ook theelepeltjes. Die zien er helemaal echt uit. Volgens mij is het niet echt helemaal metaal. Maar... ik weet niet zeker of dat al in de handel is wat hij heeft. Of dat het gewoon iets was wat hij kon uitproberen. Maar het was wel geweldig. Dus hij heeft er een filmpje van gemaakt. Dat staat bij mij ergens. Maar dan moet je wel zoeken. Want ik heb heel veel filmpjes de laatste tijd gemaakt. En dat is 3-4 maanden geleden. Maar ja, dat lepeltje dat zag er echt uit. Dat was geweldig. Gewoon, ik bedoel, dat kun je gewoon tussen de metalen lepeltjes leggen. En je ziet het niet. En het scheen ook als je hem liet vallen nog als metaal te klinken ook nog. Dus... Maar ik zag van Xerox, die hebben aluminium printers. Dat zal wel een beetje duur zijn. Maar die hebben dus aluminium filament. En als dat geprint is, dan is dat gewoon aluminium. Die worden ook wel heel warm, die dingen. Maar toch. Ik bedoel, het wordt ook wel leuk. Dus ik weet niet of je dat al geprobeerd hebt. Maar geleidend filament, hè, want dat is er ook. En als ik een proeza heb, of in ieder geval iets met een verwarmd bed, zeg maar, dan, maar dat was waarschijnlijk wel een proeza, maar dan ga ik mijn behuizingjes van geleidend filament maken. Ja, misschien wel veel tot verstoppingen te leiden. Nou ja, wat je zei, die printer die meteen na 2 dagen liet afweten, ik had die van mij, die had ik al een paar weken voordat ik hem ging proberen. En toen was hij ook na 2 weken, zat hij totaal verstopt. Er was geen land meer mee te bezeilen, die was niet ontstopt te krijgen, ook niet met hogere temperaturen en zo. Uiteindelijk heb ik zelf iets bedacht, iets wat je kunt printen. Een onderdeel van van iets wat ik eerder geprint had. En als je dat print, dan is hij meteen ontstopt. Dat print een hele grote bodemplaat op het bed. En dan is hij meteen, dan kun je gewoon verder meteen. Terwijl dat ervoor een heel groot probleem was, is het daarmee opgelost. Maar wat wel zo is, is dat dat pas gebeurd is, want hij stond op een veel te lage temperatuur. Echt veel te laag. En het pleit voor het printertje dat hij met die lage temperatuur nog gewoon doet. En ook bij andere mensen, want hij heeft toch 2 weken heel goed staan printen. Maar ja, toen hij dan een keer in de problemen raakte, dat hij toch verstopt raakte. Ja, toen kon hij dat niet, toen kon hij het materiaal niet meer wegwerken, zeg maar. En ik had al een nieuwe printer van het bedrijf gehad, van, goed, die oude die is misschien leuk voor de onderdelen. En toen kwam ik daar dus achter door toeval dat de temperatuur zo laag stond. Dat heb ik op 215 graden gezet en toen was het probleem meteen over. En toen heeft het toch 4 dagen geduurd voordat ik dacht van, hé, maar die oude printer zou die dan misschien ook doen? En ze hadden bij die importeur wel uitgedocht dat ik had dat niet verteld. Want ik denk, ja, straks laat een van die twee het nog over een paar dagen afweten. Ik vertel ze dat wel een keer. Ik laat hem los, ik pak hem nog even terug. Ik denk, ik vertel ze dat wel een keer. En toen vroeg ze zo aan mij. Ze zegt van, nou, je zou misschien die oude printer ook wel geprobeerd hebben. Maar als hij het zou doen, dan mag je wel houden, hoor.
Dat vond ik wel heel aardig. Dus ja, nou, heb je twee printers. Mooi. En ja, dat gaat twee keer zo snel, dat dan weer wel, hè. Ja, het is zet bijna het uur rond en dat met drie inmelders. Ik vind het knap. even kijken, wie is er aan de beurt? Ik twijfel. Ik heb me goed bijgehouden. Ja, ik zal niet over HF beginnen, maar mijn meest recent gekochte HF-transceiver die zit in een niet door mij 3D geprinte behuizing. PL of VDB, de DISTA-ronde, PSS Echo. Ja, PL of VDB. Ja, dat is mooi. Dat is mooi dat het zo kan, hè. Ja, we hadden laatst trouwens van de VZA een deeldag. Dat was het weekend daarvoor, langs de Eem. En er was, we hadden vanaf het schip niet echt antennes gespannen. Er stond een antenne bovenop aan de kade, zeg maar. Het schip was van iemand anders, niet van ons. En dat was ook heel gezellig. Nou, even gewoon een beetje reclame maken. Verder heb ik niks meer te vertellen, John. Ik zou zeggen tot volgende week eventueel. En ik ga verder met experimenteren dat ik gewoon wat constanter op kan komen. Want dat is het enige apparaat waar ik ermee op G-Star contact krijg met iemand. Is deze Porto. En niet die andere twee prachtige apparaten die ik wel zou willen gebruiken. Goed, daar ga ik wel even mee verder. Dus, goeie avond iedereen. En tot de volgende keer van Papa Alpha 0, Victor Delta, Bravo. Ja, ik kan misschien via de mail of aan de telefoon een keer meedenken over die andere apparaten, als je dat wilt. Want ik ken de 2820 en volgens mij is de andere 880, hè? ID 880 volgens mij. Die ken ik heel goed, dus daar kan ik je wel makkelijk mee helpen. Even kijken hoor. Ja, wat misschien aardig te vertellen is, morgen spreek ik er weer. Er is iemand met wie samen een programma maken. Ik heb een item in zijn radioprogramma. En volgens mij is hij nog steeds de grootste eigenaar van het zendschip de Jenny Bainton. Ik weet niet of je die kent, die ligt in Harlingen. En dat is een voormalig lichtschip. En dat hebben ze opgetuigd als zendschip voor een middengolfstation. En daar liggen ze in de zomer mee op de Waddenzee. En dan verkopen ze kaartjes. En dan mogen mensen aan boord van het zendschip even rondlopen. En krijgen ze een rondleiding. De Jenny Bainton. Maar die heeft gewoon antennes aan boord. Hè? Dus die hoeven niet uit te spannen. Ja. Maar het is nooit een echt... het is een beetje nep, hè. Ik heb nooit de gedachte daarachter begrepen. Want dat is... dat moet ik natuurlijk niet met Erik erbij zeggen. Maar ik heb nooit de gedachte daarachter begrepen. Want ja, ik bedoel, het Veronica-schip is... Ik heb ooit op het punt gestaan om de MV Communicator te kopen voor $1. Dat was het zendschip van Laser 558. En dat lag toen in de Trintelhaven, volgens mij. En ze wilden er graag vanaf, maar achteraf... was wel duidelijk waarom dat was. Want er zat zoveel asbest in dat schip. Dat ik €60.000 moest betalen voordat dat asbest er ooit uit was. En ik wilde publiek op het schip toelaten. Dus heb ik het laten schieten. En toen zijn er een paar Engelsen die hebben het gekocht. Ook al hilarische toestanden. Er was iemand die vertelde mij een keer dat... het was zo dat het schip dat had, was van Veronica. En dat is een heel lang verhaal. Maar Willem van Kooten had gezien dat dat ding in Lissabon lag. En van Kooten die had een golfbaan daar bij Lissabon. Die had dat zendschip zien liggen. En er was een juridische reden waarom dat schip naar Nederland moest. En Veronica, mijn vroegere werkgever, die wilde daar kantoren in aanleggen. Dus die hadden gewoon... aan de zijkant grote gaten met snijbranders gemaakt. Dat is gewoon kantoorglas, gewoon buiten woningglas hadden ze erin gezet. Van die grote ruiten. En die zaten net boven de waterlijn. En ja, die hoort het. Die Engelsen die hadden het schip gekocht. En die wilden het schip naar. Niet naar de Shetland, naar die andere eilanden. De Orkneys wilden ze dat schip naartoe hebben. Maar het was de laatste dag van het jaar dat er nog mooi weer voorspeld was. Ergens begin september. En het was een gladde zee. En ik pak hem wel even terug.
verhaal dat is echt zo gebeurd te zijn. Ze wilden dat schip dus naar Engeland slepen. En toen kwamen ze dus al de afspraak met het schip gemaakt. En toen, voor 12.000 euro of zo, om dat schip naar Engeland te slepen. En toen wilde die kapitein, die wilde twee keer zoveel geld hebben. Want hij wist dat het de laatste dag was dat dat kon. En dan konden ze pas volgend voorjaar, vanwege die ramen net boven de waterlijn, konden ze pas volgend voorjaar dat schip er naartoe slepen. En toen zijn ze heel op gesodemieten geweest en onderhandelen. En toen hebben ze het afgemaakt. Let wel, doordat die kapitein met de hele knappe vriendin van een van die eigenaren even een uurtje mocht, recreëren in een van de kamers van het schip. Zo is ze. En toen hoefde ineens die verdubbeling van het geld niet meer. Dat was toen ineens van de baan. Maar ja, het is droevig afgelopen met het schip, want het schip dat hebben ze naar de Orkneys gesleept. En die mannen die wilden ermee gaan uitzenden, zoals ze met Ros Revenge ook af en toe doen. Maar ze hebben maar één keer uitgezonden met een zender van 10 watt of zo. Daar hadden ze wel vergunning voor, van binnen de territoriale wateren. En daarna hebben ze het niet meer van de grond gekregen. Het schip is vervolgens voor de oud-ijzerprijs verkocht. En is op de Orkneys een roemloos eind als sloopmetaal tegemoet gegaan. Dat is wel erg jammer. Maar ja, ik had er met die asbest niet aangedurfd hoor. Ik had een scheepswerver, ik had zelfs twee scheepswerven die wilden om niks dat schip opknappen voor me. Moet je nagaan. Als ik daar een zeezendermuseum in zou beginnen. Maar het is lang geleden hoor, 18 jaar of zo. Maar het was wel mooi geweest als dat gelukt was. En ik had ook een tentoonstelling al van een kennis. Die had hij ooit ergens gehad en die mocht ik zo van hem hebben, compleet ingericht. Ja, jammer dat dat niet gelukt is. Microfoon volgens mij nog een keer naar Frans. En dan sluit ik hem af. Niet dat ik de deur voor Rob wil sluiten. En Kees had al gezegd dat hij wegging. Maar toch. het is 9:30. PD4 Fox Mike Juliet. Die is de ronde. Papa Alpha 6 Echo. Ja, dankjewel John. Nou, even voor de voetballiga was Ajax Liverpool 1-1 hè, op het moment. Daar ben ik ook nog even aan het kijken. Ja, dat is handig als je vier monitors hebt. Hè. Dan, ik ben naar één kant ben ik aan het kijken naar mijn 3D-printer. Die zie ik op mijn scherm. Ik heb daar trouwens een spycamera opgezet, John. En dat is heel makkelijk. Want dan kun je hem gewoon op afstand kun je hem bekijken. Hè. En dan heb ik zo'n wifi-switch. En dan kan ik mijn printer even mee uitschakelen op afstand. En dat is het voordeel, als hij dan klaar is, dan schakel ik hem gewoon uit. Hè. En dat kun je dus zien op de camera. En dat werkt heel handig. Ja, nee, ik heb er een rookmelder boven hangen. Dat vond ik zijn overbodige luxe. Maar moet je horen, Frans. Sinds ik die printer heb, is het 2 centimeter van mijn buikomvang af. Ik ga daar geen camera neerzetten hoor. Nee, die camera die kijkt alleen naar mijn printerkop. Hè? Dus ik zie precies wat die print en of die al klaar is of niet. Ja, nee, ik heb dat ook overwogen. Ik heb meerdere van die camera's. Ik heb zelfs een hele mooie met infrarood erin. En die kan ik ook nog richten. Zowel naar boven als naar beneden, dan links en rechts. Toen ik nog 3 katten had, er zit een enorm infrarood floodlight in dat ding. Dus had ik hem op mijn overloop staan, het licht uit. En dan waren er 3 katten en die liepen uit de rafotten er op die overloop. En die hadden nooit in de gaten dat ik ze kon zien. Hè? Dus ja, dan kun je ze in hun, hoe zeg je dat, ongestoord in ieder geval bekijken. En een van de 3, dat ding dat draait ook al geruisloos. En een van de 3 die had dat in de gaten. Die zat altijd te kijken als dat ding bewoog. Ze zat te kijken van nou, daar gebeurt iets. En ik vertrouw het niet. Maar ze heeft het nooit aangevallen. Goed. Ik ga stoppen. Groeten allemaal. Bedankt. Ik vind het erg leuk dat jullie er waren. Want ik was even bang dat ik in mijn eentje zou zitten. Hè? En ik heb geen zin in het Guinness Book of Records wat dat betreft. Groeten allemaal. Iedereen op internet ook bedankt voor het meeluisteren. En ik ga de dienst daaronder sluiten. PA6 Echo. Toen was het helemaal stil ineens.
hangt vallig stil. Jij stiekem mijn meeluisteraar. Ja, ik zet hem net even aan, hè. Nou, 10 minuutjes of zo, denk ik, hè. Dan, dat was het ook al, hoor. Maar ik ben er toch even geweest. Bij het 2SNK. Dat is trouwens wel een vraag, Danny. Wat is er met Akai gebeurd? Ja, die heb ik in de auto, hoor. Een Akai. Dat is een ander apparaat. En die met de 10 seconden voor de plug, die is ook in de auto. Ja, die huist ook elders rond, hè. Ja. Ja. Ik vond dit ook wel mooi, hè. Ja, ik heb hier binnen. Thuis hebben we niet zo'n duur apparaat, hoor. Dat valt mee. Weet je, doet het ook wel, hè. Ja, in de auto, daar kan je dat net even duurder. Maar ja, dat is wel even beter, hè. Een neusje van de zalm. Nou, ik doe het andersom. Ik heb onderweg altijd een goedkope troep bij me. Dan kan ik, als ik boodschappen doe, gewoon het ding onder mijn rugzak leggen. Grote zak aardappelen bovenop en ik hoef me nergens druk om te maken. Krasje is niet zo erg bij de goedkope troep. Ja, dat scheelt, hè. Gewoon daar goedkope rommel mee, dan gaat het prima, hè. Geen drukte, dat is het beste, ja. Met hak of wat, hè. Je hebt een andere reflector zitten. Dat gaat niet helemaal 100% soepel, hè? Maar goed, met de ronde ging het net wel goed, hè. Ik heb niks hoeven mis eigenlijk, maar nou hakelt het even wat. Ja, ik zit op DCS-007B. Normaal zit ik op XRF-088P, maar omdat ik net iets meer stations op DCS-007 hoorde, ik heb ook het idee dat de problemen daar net iets minder groot waren, ben ik daar maar tijdelijk gaan zitten. Zodat het allemaal weer opgelost is, hè. Van PSS Echo. Ja, precies, hè. Nou ja, in het begin zaten we daar ook allemaal, hè. Dus wat dat betreft, kan het ook prima, hè. Ja. Ja, vroeger was het niet een andere keuze, maar alleen maar dat eigenlijk. Dat is misschien ook wel beter geweest als dat alleen nog steeds zo was geweest, hè. Het gedoe met die reflectoren allemaal, dat maakt het er niet makkelijker op, hè, voor de doorsnee gebruiker. Maar goed, de bremeldoener zit aan elkaar, hè. Daar is niet minder van geworden van destijds, hè. Maar het is soms nog wel wat ingewikkeld, hè. Ja, wat is het en wat doet het en waar zit je dan? En probeer maar eens uit te leggen dat die dingen gekoppeld zijn. Dat is ook wat eerder, dat is ook heel vreemd, dus zeg ja. Ja. Je moet je er even in verdiepen, hè. Dan moet je ook even willen. Dat is ook wel van belang. Ja, toch. Nou goed, John, ik laat je even gaan, hè. Ik zal even met andere zaken bezighouden hier omdag en dan ga ik zo weer naar mee, hè. Wil je bedanken in ieder geval voor het kwartje hieronder van PR2SNK. Ja, nou, ik vond het wel fijn dat XRF088 er kwam. Want ik was een maand of 7, 8 daarvoor, misschien wat langer. Was ik geblokkeerd geraakt op DCS-007B toen die nog bij die Duitse meneer onder beheer stond. En op de D-plus reflectors ben ik volgens mij ook nog steeds geblokkeerd. Die mensen corresponderen er ook niet over. Je kunt mailen, maar ik heb nooit antwoord. Ik heb nog eens bij AT voorgesteld. Ja, jongens, je moet zorgen dat de boel open blijft. Je moet een fatsoenlijke klachtenafhandeling bij dat soort clubs zijn. Dan hebben ze dat niet, dan moet je gewoon het netwerk verbieden. Maar ja, AT wilde dat niet. Ik denk, nou ja, misschien willen ze dat. Dan heb ik die meneer Tondel te pakken. Hè. Maar ja, ik vind dat dit niet kan. Ik heb dus bij die Duitse meneer weet ik toevallig heel zeker dat het was om iets wat ik ergens geschreven had als journalist. En bij de Amerikaan was het zo, dat was kort daarna of kort daarvoor. Nee, het was kort daarvoor. Toen had ik in Amerika op de radio iets onaardigs over zijn netwerk gezegd. En de meneer heeft geen humor, dus hij mailt mij daar niet over. Hij zegt niet van, nou, waarom zeg je onware dingen over mijn netwerk? Als hij dat vindt, maar het was wel waar, hoor. Ik bleef gewoon zout in de wonden, maar
Ja, ik ga toch echt mijn mond ook niet houden. Ook al blokkeren ze me van het hele zendamateurisme, maar ik hou mijn mond niet hoor. maar ja, ik was geblokkeerd en ik kon mailen wat ik wou, maar ik kreeg nooit antwoord van die man. En ja, 7, 8 jaar later was het nog steeds zo en nu check ik het niet meer. Het kan best zijn dat ik gewoon wel ingeschreven ben, maar mijn uitzendingen komen gewoon niet door. Dus ja, maar ik ben dus toen een aantal maanden kon ik ook niet op de landelijke reflector in Nederland door die blokkade vanuit Duitsland. En toen Nederland plotseling naar XRF 088B ging, toen kon ik dus weer meedoen. Jawel. Dus iemand in het buitenland bepaalt dat ik niet op DISA mee mag doen in Nederland. Dat was de situatie van PSS Echo. Ja, begrepen. Ja, van DCS weet je natuurlijk niet, maar van D-Plus heb je alles verteld, hè? Dus dat was al bekend. Maar, ja, daar heb ik wat te gek voor woord, dat wel zo kan. Ja, wat dat betreft is dan, was ik er even van uitkomst te proberen. Dan kon je dan nog iets, hè? Ja. In de jaren waren er meer mensen die daar last van hadden, hè? Dus geblokkeerd werden. Dan komt er toch nog, op XRF nog even uitkomen, hè? Ja. Ja. Dan heb je wel de mensen die met je eens zijn. Dat wil wel eens voorkomen en dan moet het op zo'n manier gedaan. Dan hoef je ook niet te horen. Ja, dat kan. Dat is een oplossing. Die huisjes weet ik niet, hè. De packet heb je er niet echt precies. Ja, ik wil ook een call inzetten als je er niet meteen bent met diegene. Dan hoef je het ook niet meer te lezen, dan heb je er ook geen last van, hè. Ja, dan maak ik het om zeil, hè. Vaak wel, maar zeker op 11 meter, hè. Dan kwam er een van de fictieve troll komen voorbij en dan kwam de bericht over dag voorbij. Amateur net is wat mogelijk luisteren, hè. Maar ja, op 11 meter pak het net, was natuurlijk geen probleem, hè. Als je met nieuws is, was je klaar, hè. Ja. Ja. Nou goed, hey, John, ik laat je gaan, joh. Ik zal even kijken, want de vrouw die zit natuurlijk aan het rommelen, hè. Die zoekt wat, maar ik kan het niet echt vinden, geloof ik, hè? Nee, wat ik zoek. Oh, nou, ze weet niet wat ze zoekt. Dat is ook wat, hè? Ze zoekt een powerbank, maar die is al een tijdje uit het oog, hè? Dus zit ergens stof. Hé, hey, groeten. Fijne avond en ik hoor je alweer, hè, van PR2SNK. Ja, Rotje, ja, ik weet al wat ik wou zeggen. Ik wou wat zeggen, maar ik ben het vergeten. Ik weet niet of dat in de huidige software nog zit, maar het was vroeger wel zo. En zeker heel uitgebreid bij de software die uit Bussum kwam, zeg maar, van Fred. Ik heb hem vandaag al nog een keer genoemd, maar daar kon je gewoon een blocklist inzetten van stations die niet gewenst waren. En je kon ook zeggen van nou, ik wil dat mijn repeater alleen voor 7, 8 mensen te gebruiken is. Ik kon gewoon een lijstje gebruikers aanleggen. Wat in Amerika dus wel gebruikelijk is bij repeaters. Je mag dat gewoon niet. Je mag geen mensen uitsluiten. Alleen als daar een gegronde reden voor is. En dan mag het ook nog niet heel lang. Maar tenminste niet voor onbepaalde tijd dan. Of iemand moet echt heel bond gemaakt hebben. Maar er moet altijd enige redelijkheid in zitten. Maar je mag ook iemand een repeaterverbod geven. Dan hoef je niet helemaal niet te blokkeren. Dan mag hij niet komen en komt hij er wel. Dan krijgt hij gewoon een gele kaart. En doet hij het nog een keer. Dan krijgt hij zendverbod en een dikke boete. Maar bij die software kan dat. Dus ik weet niet. Volgens mij kan het bij de reflector ook hoor. Ik weet niet of je dat. Ja, ik weet niet hoe lang je op DISA zit. Maar het eerste seizoen dat we op DISA QRV waren. Ik had al vrij snel. Nee, dat was niet. Ja, dat was toch heel in het begin al. Ik had de stream die Frans nu heeft, die heb ik jarenlang gehad. Misschien wel 8 jaar. Maar ik had die stream toen net, en het was heel rustig op die staan nog. Het was net voordat het zo heel druk werd. En ik had die stream. En er waren een paar mensen in Italië, die zaten af en toe op onze reflector. En toen was het de zomervakantie. En de Italianen die namen met z'n allen mooi die hele reflector over. Want ja, er zaten daar ook allemaal mensen zonder die apparatuur. En het was mooi, dan konden ze via mijn stream. Konden ze daar. Dus ik hoorde dat zo gebeuren. Ik dacht, nou ja, zolang het vakantie is, laat het maar zitten. Maar toen kwamen de mensen terug. En toen zeiden ze, de repeater is bezet hoor. Of de reflector is bezet. En zodra iemand in het Nederlands begon te praten. En de Italianen die konden voluit praten. En tegen ons zeiden ze, nee, er loopt hier een keer zo hoor. Als er iemand kwam. Toen heb ik zo voorzichtig eens uitgelegd van wie is die reflector nou eigenlijk en van welk land is die bedoeld.
Ja, niks meer te maken. Dus onze reflector is er dan. Dat hebben we nog wel eens meemaken. Toen hebben de hele club is toen geblokkeerd volgens mij. Of ze hebben alle IP-nummers geblokkeerd. Dat weet ik niet meer. Maar ze konden er niet meer bij. Ja, wij konden hier geen QSO's, maar het was hartstikke druk, man. Het was hier nog vrij rustig. Dus ja, er liep gewoon altijd de QSO. Alleen was dit voor ons niet verstaanbare taal. Ja, zeg. Ja, wat ik met die stream ook al meegemaakt, dat was ook wel lachen. Daar was ik ermee bezig en dan klaagden mensen. Ja, maar je kunt dat ding, dat is algemeen belang, dat kun je niet uit de lucht halen. Dat kan niet. Of mensen die klaagden als ik 's middags de updates doe. Ja, dan kun je toch gewoon om 5 uur 's nachts je wekker zetten en even die updates doen. Dan hoef je dat ding toch nog niet uit te halen. ik pak hem even terug. En ik heb ook wel eens gehad dat mensen garantie erop wilden. Dat ze zeiden van nou... Maar ik heb toch garantie dat dat ding, dat hij niet zomaar ineens, dat ding was altijd stond in de lucht. Maar ja, je moet af en toe een keer je updates doen en dan moet je die PC rebooten. En dan is hij een minuut of twee eruit. Ja, dat is niet te vermijden. En er was ook nog iemand die belde me op en die zei, oh, maar dan zit je er toch een tweede, want het was toen waren er nog geen Raspberry's, hè? Dus ik had gewoon een grote PC hier staan. Oh, zit je er toch een tweede PC naast? Ja, zeg. Ik zeg, ga je dat betalen dan? Nee, zegt hij. Jij hebt dat initiatief genomen. Ja, lekker wel. Maar goed, ik weet niet hoe serieus dat was, hoor. Maar het klonk wel een beetje zo van... kan ik de klantenservice even spreken? Goed, Danny groeten. Ik ga er vandoor. Ik ben in een jolige bui, maar... Dit is het eerste in een maand, geloof ik, dat ik morgen geen opdrachten heb. Ja, de administratie heeft zich opgehoopt, dus veel zal het niet uitmaken. Groeten van PSS Echo. Geen jolige bui, zegt hij. Ik heb het door, hè. Ja, dat moet kunnen, joh. Ja, maar we gaan een keer wel even verder. Ik ben trouwens vanuit de auto niet zoveel QSV, hè. Want ik heb een andere wagen van de baas gekregen. Dus ik heb nog wat... Het displaytje gepositioneerd alvast van 28 vanavond. Ja, het was ook een beetje donker, joh. Dus dan doe ik niet veel meer. Dus als ik kijk waar ik een beetje spanning weg kan trekken. Dan was bij die voorhaal toch wel snel klaar, maar even kijken hoe ik bij deze gerecht kan doen, hè. Dus vanuit de mobiel hoor je mij eventjes niet. Ik hoop deze week dat we alweer voor elkaar hebben, maar als je dan weet je verder. Dat is een beetje drijven met deze straat vanuit de auto, maar ja. Het laat even weer op zich wachten. Hè? Nou, hey Kalleman, fijne avond. PA2S en KOK op de achtergrond. Roger. Ja, ik had je wel gehoord afgelopen week een aantal keren, maar ik had gewoon echt geen tijd om retour te komen. Het was niet zo druk als de hele zomer, maar het was al, ja, ik was gewoon volle werkdagen, dus... Ach ja. Nou, we zullen zien hoe het morgen loopt. Het kan heel goed dat er morgen om 8:30 of eerder iemand is die mij een mailtje stuurt ergens vandaan. En zegt van nou, je komende 2 dagen zijn ook volgeboetseerd. Groeten, PSS Echo.